Ja. Beste luisteraars, dames en heren, toch een kleine mededeling. Want het COVID-19-virus is opnieuw in opmars, helaas. En ook onze stad Lokeren, blijft niet gespaard. Uit een aantal contacten met de huisartsen blijkt dat de cijfers de komende dagen ook in Lokeren nog verder zullen stijgen. Ik zou dan ook van harte een oproep willen doen aan ieder van u om al die opgelegde veiligheidsmaatregelen stipt te volgen. De federale veiligheidsmaatregelen natuurlijk, hè, maar bovenop die federale maatregelen werden er ook nog een aantal bijkomende maatregelen, lokale maatregelen, genomen. Eerst en vooral in verband met de mondmaskers. De mondmaskers zijn niet alleen verplicht in winkels, op markten, in openbare gebouwen, zij zijn ook verplicht op straat. Hè. Binnen de bebouwde kom hebben wij onze grens opgelegd. Ze zijn ook verplicht buiten de bebouwde kom op plaatsen waar veel volk verzamelt. Ik denk aan de winkelparkings op de Zeelebaan bijvoorbeeld. Ik denk aan het skatepark. Ik denk aan de winkels van de naftestation, van de benzinestations. Daarnaast zijn wij jammer genoeg genoodzaakt om ook een aantal evenementen gedurende de maand augustus alvast af te lassen. Jammer genoeg onze eigen geplande evenementen. Ik denk aan Bubbles in het Park. Het mooie project in het Josephine-Charlotte-park kan helaas niet doorgaan. Ook de alternatieve geplande opening van de Lokerse feesten zal afgeblazen moeten worden. Met betrekking tot een aantal private evenementen, ook daar zijn een aantal maatregelen door de Federale Veiligheidsraad afgekondigd. Evenementen van boven de 200 toeschouwers outdoor, evenementen van boven de 100 toeschouwers indoor kunnen niet doorgaan. Daarnaast zullen wij als lokale autoriteit de andere evenementen, de kleinere evenementen, moeten screenen om te kijken of dat zij toch voldoen aan al die gestelde voorwaarden. Niks aan te doen. Ten slotte, en toch wel niet onbelangrijk, gaat de stad actief zelf meewerken aan een eigen lokaal contract tracing systeem, een traceringssysteem waarbij we toch de virusverspreiding in onze stad in kaart trachten te brengen en waarbij we ook de getroffen mensen, de getroffen slachtoffers, ook de familieleden, mee helpen om hen bij te staan in de zogenaamde quarantainemaatregelen. Want het is wel belangrijk dat de mensen die besmet zijn echt wel in quarantaine blijven. Voilà. Dit is het zowat. Nogmaals, dames en heren, beste lokeraars, ik zou met aandrang willen vragen om toch al die maatregelen te volgen, stipt na te leven in het belang van onze stad, in het belang van de volksgezondheid, in het belang van uw eigen gezondheid en die van alle lokeraars. Ik dank u daar hartelijk voor. Dank u wel.